Welkom bij het Rad van de Twijfel. Ik ben Matthias, dit is Emma, wij zijn van Mensentaal. De spelregels zijn simpel. De onderzoeker draait aan het Rad van de Twijfel. Elke spie correspondeert met een vraag waarmee we dieper in het hoofd van de wetenschapper duiken. Ja, en komt de wijzer op de oranje spie, dan breekt het moment van de waarheid aan en onthult de wetenschapper een geheim. Of niet? Vandaag draaien we aan het rad met Karen Peinshaard. En zij is postdoctoraal onderzoeker in de farmaceutische wetenschappen. Karen, welkom. Dank u. Wat doe jij precies? Wat doe ik precies? Ik doe oogonderzoek, dus ik hou mij veel bezig met het opensnijden van ogen. Koeienogen, mensenogen en dergelijke. Waarom doe ik dat? Omdat heel veel mensen eigenlijk blind worden, omdat ze problemen hebben, ziektes hebben, helemaal achteraan aan hun oog en hun netvlies. En je moet daar dus geraken met geneesmiddelen. Er zijn prachtige geneesmiddelen, maar veel van die geneesmiddelen geraken niet tot daar. Tot aan dat vliesje waar dat mensen eigenlijk door blind worden, waar dat de problemen zich bevinden. En ik ben op zoek naar manieren om die geneesmiddelen daar helemaal achteraan in uw oog te krijgen. Mm-hmm. Okay. Op een invasieve of non-invasieve manier? Een lichtelijk invasieve manier. Oké. Ik had net gezegd, Matthias, dat ze snijdt in ogen. Ja, voilà. Redelijk invasief. Klinisch gezien gaan wij niet snijden in ogen. Eén prikje, dat zou het moeten zijn. En een beetje licht, dat is het. Oké. Okay. Super. Ja. Karen, die mag draaien aan het. Ja, we gaan het eens proberen. Nummer 15. Ik ben nog jong, hè? Allee, of toch, je ziet er nog jong uit, dus je staat nog... Laten we hopen. Ja, onderzoek kan lang duren. Hè? Het is soms moeilijk om te weten wanneer gaat het eindigen. Maar wanneer is voor jou onderzoek geslaagd? Het is grappig, want nu zou ik die vraag anders beantwoorden als ik dat vroeger zou doen. Ja. Tijdens mijn doctoraat, dat dus een paar jaar geleden was, zou ik sowieso zeggen van kijk, ik wil een publicatie maken. Want dat is uiteindelijk waar het vaak helaas ook moet omdraaien. Hè? We moeten een publicatie maken, want we moeten geld binnenhalen enzovoort. Maar ik probeer het eigenlijk nu tegenwoordig meer op een andere manier te bekijken. Ik probeer meer te kijken van wat kan ik hier ontdekken en wat kan ik hier faciliteren, zodanig dat de mensen achter mij veel beter en veel sneller hun onderzoek kunnen uitvoeren. Want in mijn doctoraat heb ik eigenlijk iets opgestart waar dan nog niemand in mijn labo op werkte. Er waren mensen die op het oog werkten, maar niet op de retina. Dus het netvlies waar dat eigenlijk alles moet gebeuren. Uw licht binnenkomt en doorgestuurd wordt. En ik heb dus heel veel nieuwe technieken naar het labo moeten brengen eer dat ik eigenlijk mijn onderzoek kon uitvoeren. En nu geniet ik daar wel van. Mm-hmm. Want nu zie ik, ah kijk, nu zijn er doctoraatstudenten die starten. Die kunnen direct beginnen. Al die technieken die zijn er. Die kunnen gewoon verder gaan. En eigenlijk geniet ik daar precies nog het meest van. Mm-hmm. Van oké, kijk, die mensen kunnen nu vlot starten en nu kunnen wij des te meer onderzoekpistes en onderzoeken doen, gewoon omdat die technieken er zijn. Dus ik zou vroeger altijd gezegd hebben van kijk, dit wil ik weten, dat wil ik uitdokteren. Dat heb ik nog altijd. Ik heb nog altijd zoiets van kijk, ik wil weten, de techniek dat ik gebruik, kunnen we daarmee echt mensen beter gaan helpen? Kunnen we daardoor die geneesmiddelen er beter in krijgen? Dat hoeft geen publicatie te zijn. Dat hoeft gewoon voor mij persoonlijk te zijn van kijk, we weten het niet. Maar er is wel een heel grote zijpiste gekomen voor mij op dat vlak. Ik heb echt zoiets van, wat kan ik nu nog doen, zodanig dat de mensen die na mij komen ook echt nog beter onderzoek kunnen uitvoeren en ook sneller kunnen vooruit geraken. Betekent dat dat onderzoek binnen jullie vakgebied echt niet kan zonder middelen? Jazeker, dat betekent het zeker. Er zijn technieken die wij nu pas kunnen doen of die wij pas een paar jaar geleden kunnen doen omdat we een connectie gevonden hebben waar dat we dat kunnen gaan uitvoeren of dat kunnen gaan uitvoeren. Of nu onlangs hebben we eindelijk een eigen toestel kunnen verkrijgen die daar nu in mijn kelder staat. Ik ben daar kei trots op. in de kelder, niet van mijn huis weliswaar, van ons labo. En ja, dat maakt het allemaal nog eenvoudiger. Hè. We hebben dat nu via een beurs kunnen verkrijgen. En nu kunnen we effectief nog veel gemakkelijker en veel sneller dat onderzoek uitvoeren. Dus ja, daar kan ik echt van genieten. Veranderen technieken snel of kan je nog goed voortbouwen op wat er al is? Dat valt eigenlijk goed mee, vind ik. Ik vind... Omdat je kan het altijd wel doen met de technieken dat er zijn. Natuurlijk, dat is zoals alles, hè. Printers, auto's, telefoons. Je kunt altijd het nieuwste van het nieuwste kopen of proberen kopen. Maar dat wil niet zeggen dat je met oudere toestellen of oudere middelen dat je daarmee onderzoek niet kunt uitvoeren. En dus je kunt met een gewone gsm kunt je iedereen bellen. Oké, je kunt er misschien niet met een telehoek nieuwe Apple Lens foto's meenemen, maar is dat nodig? Dat is de vraag. En dan is eigenlijk vaak ook wel zo bij wat dat wij nu doen. Wij hebben eigenlijk nu heel veel in huis om het onderzoek uit te voeren dat wij, of de onderzoeksvragen op te lossen die wij willen oplossen. En kunnen wij nog betere technieken hebben of andere toestellen die nog net iets meer, ja. Maar
ik voel er mij niet door belemmerd of zo. Ik heb niet zoiets van, oh, hadden we maar dit en hadden we maar dat en hadden we maar dat. Dat heb ik nu niet. Dat heb ik al 5 jaar geleden. Ja, want daar zijn we nu voorbij geraakt. Nu het in de kelder staat. Nu dat het in de kelder staat. En, nu dat we... en ook gewoon ja, de expertise, de kennis zelf. Hè. Het is ook gewoon het aanleren van technieken die nog niemand gedaan heeft. Dat duurt ook even. Eer dat je kunt wel op bezoek gaan naar een labo en daar tonen ze je alles. De helft heb je niet staan. Je hebt dat nog nooit gezien. Je ziet dat ene keer en dan gaat het terug naar je labo. En ja... Doe het maar. Hè. Mm-hmm. Dus dat duurt altijd wel wat langer, natuurlijk. Ja. Wilt je nog eens draaien? Zeker. Vraag 11. Wat was tot nu toe het gelukkigste moment in je carrière, Karen? Oh, daar moet ik echt niet lang over nadenken. Het zijn er eigenlijk verschillende. Maar ik heb dus... Ik moest een bepaald stukje weefsel, een stukje retina, in leven proberen houden. En er was niemand in heel ons gebouw die ook maar een stuk weefsel in leven kon houden. Of dat al geprobeerd had. Dat bedoel ik dus. Hè? Mm-hmm. En ik heb daar dus 1 jaar over gedaan. Om dat te kunnen verkrijgen. En elke keer, ik snijden, die ogen open snijden, die retina's, kleurstoffen opdoen, microscopie, dood. Opnieuw, anders snijden, andere medium, hè, andere eten geven, zeg maar, aan mijn stukjes weefsel. Dood. Echt, ik zat er volledig door, ik kon echt niet meer. En dan dacht ik, oké, ik ga nog 1 ding proberen. En dat was echt voor mij van, ik probeer dit, en dan is het gewoon gedaan. Dan ga ik iets anders onderzoeken, gewoon, ik stop er gewoon mee. En wat heb ik dus die nacht gedaan? Die nacht, ik ben blijven slapen op mijn faculteit. En ik heb daar op het EHBO-bed geslapen in mijn slaapzak. Om de 2 uur naar mijn stukje retina te gaan en dat vers medium te geven, dus vers voedsel. Om de 2 uur, ik mijn sokken aangetrokken, die koude vloer, de kelder van de faculteit farmacie, naar beneden, vers eten geven, terug in mijn bed, wekker, 2 uur. En zo heb ik heel die nacht om de 2 uur opgestaan. En in de voormiddag leg ik dan onder een microscoop en dat leeft een beetje. Amai, ik heb echt gehuild van geluk. Oh, maar vooral voor het memorabele ervan. Ik had echt zoiets van, ik weet het echt niet meer. Ik heb echt A, B, C, D. Ik ben gans het B-opties, gans het alfabet afgegaan. En dit is optie Z. En het heeft inderdaad wel iets gedaan. En toen had ik echt zoiets van, oké, wat ik probeer te doen, het kan eigenlijk wel. Als we dit nu nog een aantal dingen daarbovenop doen, kan het misschien toch nog lukken. Dus dat was een heel memorabel moment tijdens mijn doctoraat. Was dat tot dan toe nog nooit gelukt bij niemand? Nee, dat is wel bij mensen gelukt, maar niet bij ons. Omdat, ja, het heeft eigenlijk, we hebben eigenlijk te lang gewacht. En dat is een tip voor andere wetenschappers. Zoek sneller hulp. Hè. Dus er zijn zeker onderzoeksgroepen die bepaalde dingen doen. Maar vaak blijf je te lang klungelen op jezelf. Je denkt van, ah, maar we gaan dat hier wel regelen, we gaan dat hier wel doen. Dus ik heb eigenlijk heel lang... Ja, zitten klungelen op mezelf, zeg maar. En misschien te lang. We hadden eigenlijk sneller moeten zeggen van, kom, we gaan naar daar, we gaan daar een keer kijken hoe dat ze dat daar doen. En daar hebben we enerzijds te lang mee gewacht. En anderzijds ben ik dan effectief naar een ander labo gegaan in Frankrijk om te gaan kijken, oké, hoe doen die mensen dat? Maar als ik daarmee terugkwam, toch bij mij bleef het mislukken. Maar dat was door practicaliteiten en details waar ik nu niet verder ga op ingaan. Maar dat was de eerste keer dat ik zoiets had van, oké, misschien kunnen we toch doen wat ik probeer te doen hier. Ik probeerde wel voor de eerste keer een ander soort model te maken. Dus iedereen maakt kleine stukjes retina en houdt dat in leven, maar ik wou daar nog net iets anders mee doen. En dat is wel de eerste keer dat gedaan werd. Dat heb ik uiteindelijk wel kunnen publiceren. Karen, je lag daar op je EHBO-bed. Ja. Om de 2 uur heb je je wekker gezet. Moeten wetenschappers soms tot het uiterste kunnen gaan? Dat hangt er natuurlijk vanaf. Hoe ver dat het uiterste ligt. Hè. Maar het moet wel mijn passie zijn. Want anders gaat het er heel snel onder doorgaan, denk ik. Ik heb ook eens 2-3 weken eigenlijk maar 3 uur per nacht geslapen. Omdat ik op een buitenlandse... Ik ging bijna missie zeggen, dat is niet waar. Omdat ik in het buitenland zat om daar experimenten te doen. En ja, daar hadden ze allemaal nieuwe technieken. En ik was daar maar een paar maanden. En die laatste 3 weken dacht ik, ja, nu moeten we hier nog resultaten halen. En ik heb daar echt dan tot 3 uur 's nachts en dan heb ik een taxi genomen om dan 2 uur nog te slapen en dan een nieuwe taxi bellen om daar dan terug naar de labo te gaan. En dan heb ik echt 3 weken denk ik op een paar uur slaap per nacht gedaan. Maar dat is ook uit passie. Dat is omdat ik vond dat ook maar normaal. Nu zou ik dat misschien minder normaal vinden, maar toen vond ik dat normaal. Ik had echt zoiets van, we moeten dat hieruit halen. Ja, het is jammer als je kansen krijgt dat je er niet alles zou uithalen. En ik denk dat dat doorzettingsvermogen en die passie
dat je dat ook bij heel veel wetenschappers gaat vinden. Mm-hmm. Waart je bang dat je dan misschien dingen zou ontdekken die eigenlijk al ontdekt waren, waarvan dat je nog niet wist? Ik ben gestart dan op een bepaald project dat ik eigenlijk zelf zo wat heb uitgezocht. Van oké, ik moet hier op het oog zien te werken. Wat gaan we hier nu gaan uitzoeken binnen het oog? En ik had wel wat een heel tof idee, maar ik had schrik omdat we zo weinig expertise al hadden in dat veld, dat wij iets aan het doen gingen, allee, dat wij iets gingen doen dat compleet achterhaald was. Daar had ik echt schrik van. Dus ik wou heel snel op conferentie gaan, omdat ik had zoiets van, ik wil dit idee pitchen aan iedereen dat ik zie, gewoon omdat ik zeker wil zijn van, vinden die mensen dat een goed idee, of hebben die zoiets van, nou, waar kom jij nu mee af, jong, daar hebben we nu echt niks aan. Daar had ik ook schrik van. Ja, daar draait het uiteindelijk allemaal om. Hè. We zijn niet aan het onderzoeken om te onderzoeken. Alleen in onze wetenschap toch niet. Hè. In de farmaceutische wetenschappen, in de medische wetenschappen. Die piste van echt dat fundamenteel onderzoek is een beetje aan het weglopen. Hè. Het moet vaak een doel zijn. Ergens is dat jammer, maar je moet een doel hebben. Mm-hmm. Is dat een grote druk die jullie ervaren? Massas. Want het is totaal niet observatief. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... Ik ben maritiem bioloog en ik ga naar de zee en ik ga naar octopussen kijken. Zie ik dat octopussen veel samenwerken? Oké, octopussen werken veel samen. Ik schrijf daar een publicatie over. Zie ik dat octopussen compleet niet samenwerken? Dan schrijf ik een publicatie over het feit dat octopussen totaal niet samenwerken. Bij ons is dat zo niet. Hè? Wij kunnen niet zeggen, ik heb een geneesmiddel ontworpen, maar het werkt niet. Dat kun je niet publiceren. Dat gaat niet. Is dat een gebrek? Dat is een zeer groot gebrek. Ja. Enorm. Want dat is een gat in de wetenschap. Ja, dat is uiteindelijk even belangrijke informatie het aan het werk. Absoluut. Daar heb je nu echt iets geraakt. Want het is even belangrijk om te weten wat niet werkt dan wat wel werkt. Want het is heel goed mogelijk dat wij dingen aan het doen zijn die andere mensen al geprobeerd hebben, waarvan dat zij weten het werkt niet, maar wij weten dat niet. Mm-hmm. Dus wij vallen eigenlijk in herhaling zonder dat we het weten. Dat is echt, eigenlijk als je daarover nadenkt, is dat een ramp. En dat is inderdaad net het probleem. Zeker in de medische wetenschappen of de farmaceutische wetenschappen. Ja, je moet iets publiceren en dat moet iets zijn dat werkt. Of dat op zijn minst beter werkt dan dit werkt. En dat geeft ook al die stress. Want het moet lukken, het moet lukken, het moet lukken. Ja. Als het niet lukt, heb je geen publicatie. Als je geen publicatie hebt, heb je geen doctoraat. En zo... Maar waarom komt het dan toch niet naar boven? Dat is een beetje organisch gegroeid, denk ik. Ik denk dat dat inderdaad een beetje organisch gegroeid is. Waarbij dat je... Ja, natuurlijk, iedereen heeft liever goed nieuws dan slecht nieuws. Hè. Iedereen gaat veel liever iets publiceren rond... Mannetjes, nu hebben we hier iets gevonden. En je hebt dat nog nooit gezien, dat werkt supergoed. Dan, ja, we hebben dat en dat gedaan en je zet er eigenlijk niet veel mee. Ja, je krijgt dat ook gewoon niet gepubliceerd. Ofwel... Krijg je dat gepubliceerd, dit werkt niet, maar dat is in zo lage journals dat je ook niet denkt, amai, nu ga ik eens een maand achter mijn bureau zitten om dat hier allemaal heel mooi uit te schrijven, om dat dan in zoiets, in een journal in te steken wat dat op je cv niets betekent. Mm-hmm. Dus het is een vicieuze cirkel en het werkt allemaal elkaar in de hand. Dus eigenlijk zou er op dat vlak een grote beweging moeten zijn van kijk, we gaan hier eens tegenin. We zouden hier eigenlijk een soort van medium moeten maken waarbij we zeggen van hier laden we alle resultaten in. Dit heeft eigenlijk allemaal niet gewerkt. Ik zou zeggen, draai nog eens aan het rad. Zeker. Karen, voel jij je altijd een expert? Of soms ook niet? Nee, echt niet. Oh, ik leid echt heel hard aan een imposter syndroom. Wat is het imposter syndroom? Het imposter syndroom is dat je altijd het gevoel hebt dat je eigenlijk stiekem niet op je plaats zit. En ik heb dat heel zeker in het begin van mijn doctoraat gehad. Ik zat daar achter mijn bureau, mijn doctoraatsbureau, en ik dacht, ze gaan elk moment doorhebben dat ik hier eigenlijk te stom voor ben om dat hier te doen. En ik heb dat nu nog soms, dat ik zo denk van, ja, maar ja, die denken nu dat ik daar een expert in ben, maar ik weet ook maar dit en dat en dit en dat natuurlijk. Want mensen verwachten ook soms dat je alles weet. Want ik werk op het oog, maar het oog is misschien een klein orgaan, maar er zitten zoveel verschillende facetten in. En dan komt er zo'n mevrouw van naar mij van, maar jij bent dokter? Nee, ik ben doctoraat. Ja. Dat is ook al iets wat dan niet makkelijk is. Ik heb last van dit of van die ziekte of van die ziekte. En dan verwachten die zo'n hele mening van mij, maar ik kan er eigenlijk niet altijd heel veel over zeggen. Ook al is dat een oogziekte, bijvoorbeeld. Dus nee, ik voel mij vaak ook geen expert. Ik zou mijzelf ook niet snel als expert opgeven.
Maar dat is misschien een soort van bescheidenheid die ik eigenlijk niet zou mogen hebben. Want je hebt een heel mooi oogspreekwoord die ik wel nog wil delen. Mm-hmm. Ja. En dat is, in het land der blinden is één oog koning. En dat is inderdaad prachtig. Ja. Ben ik een expert op ogen ten opzichte van jullie twee? Ja, want ik ben hele dagen met ogen bezig. Maar ben ik een oogexpert ten opzichte van die oftalmoloog of die oftalmoloog of die persoon die al 30 jaar oogonderzoek doet en ik maar misschien 6, 7 jaar? Nee, helemaal niet. Dus ja, ik ben een expert, maar langs de andere kant ook echt niet. Mm-hmm. Maar ik voel mij alleszins echt geen expert. Koning Eénoog die schrik heeft om door de man te vallen. Eigenlijk. Ja, echt wel. Ja, enorm zelfs. Zouden we dan niet beter spreken van expertise, dat jij met jouw onderzoek een stuk bijdraagt aan de algemene expertise in zaken het oog of wat het ook mag zijn? Daar voel ik mij al ietsje comfortabeler bij. Ik vind expert is ook zo'n groot woord. Ik heb het gevoel als je expert... Expert vind ik misschien zelfs een fout woord, want wie is er expert in alles van een bepaald onderwerp? Dat lijkt mij ook bijna onmogelijk. Mm-hmm. Ik vind ook dat het woord expert precies wil zeggen dat je altijd alle waarheid in pacht hebt. En de laatste tijd wordt er veel over experten gepraat. Hè? Ja, de virologen, een expert in virussen. En ja, die mensen moeten ook nadenken. Die mensen moeten ook beslissingen nemen. En dat is ook maar op de kennis dat ze op dat moment hebben. Die weten niet alles. Hè? Die weten niet wat er binnen een jaar gaat gebeuren. Dus dat is ook, ik vind dat ergens ook een gevaarlijk woord. Mm-hmm. Voor mij dan. Hè? Ik heb het gevoel als ik de tag krijg van u bent expert, dat ik geen kans op fouten meer mag hebben. Dat ik geen fouten meer mag maken. En dat is wat dat mij zo bang maakt daarvan, van dat woord. Ja. Ik heb schrik om mensen dan teleur te stellen. Maar dat ligt aan mijn persoonlijkheid. Hè. Maar... Mogen er nog fouten gemaakt worden in de wetenschap? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. En er worden ook heel de tijd fouten gemaakt. En dat is ook belangrijk, want je leert daaruit. Dat is een van de belangrijkste dingen. Een groot deel, ik heb dat onlangs nog tegen een van mijn doctoraatstudenten gezegd, een groot deel is ook gebaseerd op ervaring. Het gaat niet altijd over intelligentie. Want als je start aan de wetenschap, dan denk je, amai, zoals dat ik het gevoel had, maar ik ben echt dom, ik weet daar echt niets over. Maar dat is ook gebaseerd op ervaring. Ik heb het nog altijd waarschijnlijk hetzelfde IQ als 5 jaar geleden, maar ik heb zoveel meer ervaring in wat ik nu aan het bestuderen ben, dat ik inderdaad, als iemand met een probleem rond een dissectie komt, dat ik zeg, ah, probeer dit, dat. Dat is niet puur gebaseerd op mijn IQ of zo. Integendeel, ik kan echt niet blokken. Ik vergeet kei veel. Ja. Maar dat is puur gebaseerd op ervaring. En dat is iets wat mensen vaak verwisselen met elkaar. Het verschil tussen pure intelligentie en ervaring. Dat is zo'n groot verschil. Absoluut. Karen, mag ik je nog één keer vragen om te draaien aan het rad? Het is een beetje voor de show. Zeker. Marjolein. Zo toevallig. Maar zeg. Het moment van de waarheid is aangebroken. Magisch. Wat een toeval. Je had een heel kort. Ik heb een heel, heel klein dingetje. Als wij dus met cellen werken of gelijk wat werken, wij zitten typisch in van die, we noemen dat laminar flows, dat zijn van die kasten met glas en enkel je handen kunnen daarin. En je hebt daar een licht in en je kunt dat aan en uitzetten. En vaak zetten we dat aan, maar ook vaak uit, want als je met fluorescente stoffen werkt die lichtgevoelig zijn, dan is dat best dat je dat al uitzet, want eer dat je dan onder de microscoop ziet, zie je dan niets meer, want dat licht heeft alles afgebleekt. Oh, maar had ik op een dag zo'n kater. Oh, en ik heb al gevoelige ogen. En er zat een thesisstudent naast mij te werken, want we zitten vaak met 2 of met 3 in zo'n kast. En die was nog niet zo lang bezig. En ik zeg tegen dat meisje, oh, kun je alsjeblieft dat licht afzetten? Ik ben met fluorescente stoffen bezig. En dat meisje zo heel zo, ah ja, ja, natuurlijk, ja, ja, ik kan dat direct afzetten. Maar ik was eigenlijk totaal met niet fluorescent aan het werken, dat deed gewoon superveel zeer aan mijn ogen. En ik voelde me achteraf wel schuldig over, omdat zij zo overtuigd was van, oei ja, fluorescente stoffen, ja. Nu zetten we het licht uit. Ja. Maar ik was eigenlijk gewoon, voor de mensen die het weten, mijn cellen aan het splitsen, daar was niet fluorescent aanwezig. Maar ik kon het gewoon niet aan, dat die echt zoveel pijn aan mijn ogen. Ja, bij deze. Ja. Dat is een mooie bekentenis om mee af te zetten. Sorry bazen, sorry proffen. Ja. Karen Pijnzaar, hartelijk bedankt om langs te komen. Ik hoop dat je het fijn vond. With pleasure, ja, echt ja. Absoluut. Wij vonden het ook heel fijn en vooral heel inspirerend. Ja. Dank je wel. Dank je. Merci.